Jongens, ja, Willem van der Krabbe. Ja, Willem van der Krabbe. En hij is hier al een paar keer geweest, hè? Dus dat vind ik wel leuk. Hij zegt ook dat hij zelf zenuwachtig is. Dus ik ben benieuwd, want hij is hier voor de derde keer. Ja, hij pakt gewoon een hat-trick, pakt hij gewoon. En jij hebt met hem gespeeld? Ja, het is te gek. Het is echt absurd wat hij allemaal kan. Als drummer ook. Hij speelt echt van alles. Van jazz tot funk. Hij zit bij Jet Rebel, doet die hele toffe dingen. Is gewoon echt power to the max, zeg maar. Volgens mij, dat heeft hij verteld, gaat hij zingen zometeen. Ja. En dat is best wel, hij vindt het spannend. Want hij is normaal de drummer. Maar volgens mij in het interview gaan we er meer over horen. Willem van der Krabbe, super fijn dat je er bent. Je hebt gezongen, man. Ja. Vertel. Dat was spannend, ja. It's first time. Ja, niet dat ik zing op een podium of zo, want ik zing wel vaker backing vocals. Maar om dan te zeggen, hey, nu pak ik een keer de kans om een lead te pakken, lead te zingen en te drummen tegelijkertijd. Dat vond ik wel echt super spannend. Dus ik heb een liedje uitgekozen wat me ligt qua stem. Waar ik niet te veel hoef over na te denken. Maar tegelijkertijd gaan er wel allerlei scenario's door je hoofd. En dan word je ook nog een keer de week van tevoren voor deze sessie verkouden, voorhoofdsholte, pijn en alles. Oh, meteen ga je gedragen als een zanger. Exact. Je gaat thee met honing. Dat soort dingen. Ik heb alles weer gepakt. Ja, en dan merk je toch ook, hetzelfde misschien ook wel met drummen af en toe, dat je hoofd ook heel veel bepaalt. En dat is een interessante kwestie waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Ook gewoon ook met muzikant of op muziek maken. Ja, want je zingt, hè? En dan op dat moment moet de aandacht voor de drums minder worden natuurlijk. Ja, ja, en andersom. Dat moet dan automatisme worden. En andersom dus ook, heb ik in ieder geval. Ik heb dus heel vaak, ik speel dan bij Jet Rebel en daar ben ik veel backing vocals aan het zingen. En ik heb heel vaak gehad dat ik daar in de kleedkamer, dat we iets instudeerden. Dan was ja, zit. En dan kom je op het podium en dan lukt het totaal niet. En dat had te maken voornamelijk dat ik met een energie zit te spelen die niet matcht met de vocale energie. Dus dan moest ik dat vocaal anders oplossen. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik dan dus veel meer gas kan geven op het moment dat ik aan het drummen ben. Omdat je in een veel actievere energie zit en dus daar al gewoon goed zit qua harde vocalen, om het zo maar te zeggen. En hoe zit het qua fysiek dan? Want je hebt natuurlijk je drumhouding, maar je hebt ook nog die zangmic dan bij jou. Ja, het is altijd kloten, die mic. Want er zit altijd, ik heb dan zo'n Haakse XLR-plug live. Ja. Dus dat stukje wat er dan uitsteekt, dan raak je altijd wel een keertje die stok tegen. Dat is altijd, je hebt altijd het gevoel dat het in de weg zit. Dus ik heb het liefst ook, als ik niet zing, dat ik hem gewoon weg kan duwen. Dat ik gewoon lekker hier voor mijn speelruimte heb. Yeah, we film the operation, is the head that you're... No, the boys in the newsroom got a running bed. Got the winner on the set. We need dirty laundry. Come on, Ricky, give it to us. En hoe is dat zingen uiteindelijk zo ontstaan dan? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Het is ik denk voornamelijk omdat er natuurlijk als je bij een artiest komt te spelen, dat er ook vaak backing vocals bij moeten. Of fijn is als dat kan. En Jelte heeft me daarin ook al veel gepusht. Gewoon van oké, kan je eens even met mij de lead dubbelen. En dan 3 shows later liet hij zijn lead weg. En dan merkte ik, ik zit in één keer... Maar dan wist hij wel dat je zong dan. Je probeert het gewoon uit en je gaat kijken wat dan de mogelijkheden zijn. En je vroeger ook gezongen, zei je? Nou, ik heb... niet echt. Ik heb een opleiding voor mijn jazzdrums gedaan. En dat heet de docent muziekopleiding in Tilburg. En daar krijg je gedurende de opleiding 2 jaar zangles. Toen heb ik nog 2 jaar bijgekocht bij een muziektheater. Iemand die daar studeerde. Dus ik vond het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. En toen... Je hebt dus een ODM-opleiding heb je gedaan. Precies, en je wilde eigenlijk docent worden? Nee. Of niet? Nee? Nee, dat was dat meteen. Nee. Nee, het is een beetje een ingewikkeld verhaal als je het uitlegt. Maar vind ik een heel kloppend voor mij in ieder geval verhaal. Ik studeerde of drumde bij de muziekschool. En toen vlak voordat ik eindexamen deed, toen zei mijn drumdocent van... Hey, misschien moet je ook eens auditie doen voor de docent muziekopleiding. Want ik denk dat je veel meer interesses hebt dan alleen drummen. Dus en waar was dat? In Weert was dat nog op een muziekschool. Ja, de les van Rob Jansen, een waanzinnige drumdocent. En die heeft eigenlijk mij zo'n beetje dat initiatief gegeven. Toen heeft mijn middelbare school muziekdocent, dus gewoon die daar klassikaal les geeft,
echt geholpen om te ontwikkelen en uit te zoeken wat ik dan moest doen voor die opleiding. Ik dacht nog heel oldschool dat je daar piano voor moest spelen, moest zingen. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk musiceervakken. Dus ik kon daar dus ook terecht voor drummen. Dat wist ik destijds nog niet. Dus ik had nog pianoles genomen en ik ging daar auditie doen. Piano, klassiek ook nog. Ja, dat kan ik helemaal niet, man. Maar ik had het toch geprobeerd en ik was aangenomen. En ik deed dus ook nog tegelijkertijd gedecentraliseerde vooropleiding in Tilburg voor jazzdrums. En daar was ik ook voor aangenomen. En toen was ik zoiets van, ik ga jazzdrum studeren. En toen zei weer een derde persoon in het verhaal, de directeur van de muziekschool die ik les had, waarvan ik les had, die zei, misschien moet je toch voor de docent muziek gaan. Uiteindelijk heb ik die beslissing gemaakt en ik ben er mega blij om. Want als ik daar op de jazzdrumsopleiding terecht was gekomen, ik wist nog niet eens wat Kind of Blue was. Dus ik kon echt die 4 jaar gebruiken om een opleiding te doen en tegelijkertijd ook nog alle praktische vakken van de jazzdrumsopleiding. En toen ik daar klaar was, had ik zoiets van, oké, maar nu wil ik nog echt even aan de bak om echt een betere drummer te worden. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan en heb ik daar jazzdrums gestudeerd. Jazzdrum. En nu ben je eigenlijk, zit je vooral weer werkzaam in de... Ja, en weinig jazz aan het spelen op het moment. Ja, want het hele palet waar je in speelt, je speelt bij Jet Rebel natuurlijk. Ja. Wat voor dingen doe je nog meer? Tim Akkerman speel ik ook nog mee, met Karsu speel ik nu. En we hebben gewoon nog losse projecten als invaldrummer. Maar is dat dan ook misschien iets van de hedendaagse drummer? Dat het al lang niet meer dat hokje is waarin je je opleiding doet? Vond ik al thuis. Dat het gewoon veel breder gaat. Ja, en ik moet zeggen, ik heb dus tijdens mijn opleiding ook dat al meegekregen. Want ik had les van Martijn Vink, Marcel Schierse, Lucas van Merwijk en Gerard Jeltes. En die drummen allemaal, bijvoorbeeld Martijn speelt in de Rode Bioscoop duo met Harm Fraaije. En de volgende dag staat hij met Anouk te rocken. Marcel toen nog met de Toppers en met de Metropoolorkest. Dus dat kreeg ik van hun ook heel erg mee en dat vond ik super gaaf. Die zeiden ook, Martijn zei tegen mij voor mijn eindexamen van, ik vroeg hem, wat zou je graag willen horen? En hij zei, ja, het maakt me eigenlijk helemaal niks uit, zolang je maar diversiteit laat zien, gewoon je eigen laat zien. En je ei kwijt kan in je eindexamen. Dus dat heb ik toen voor mijn gevoel toen gedaan. En dan krijg je gewoon een pad in de praktijk waarin je wordt gevraagd voor bepaalde dingen. En je er op een gegeven moment achter komt van, oh, ik heb nu een aantal jazz-snabbels. Of ik heb geen jazz-snabbels meer. En het is nu bij Jelte zijn we echt een rockshow. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik altijd wel heel tof. Maar als ik met Jelte in een rockshow speel, op een gegeven moment een shuffle. Echt doem, 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 en dan ben ik voor mijn gevoel jazz aan het spelen. Alleen heel groot. Niet big band daar, maar gewoon echt daar. Ja, omdat je met die opvatting ook hebt leren spelen. Dat is natuurlijk toch een... Ik heb geen moment achteraf spijt gehad of bedacht van, moet het toch niet een pop- of een rockopleiding zijn? Nee. En nu ben je hier met een aantal muzikanten. Kun je even vertellen met wie je hebt gespeeld? Ja, dat is, ik ben heel trots op. Dat is met Xander Vriend de basgitaar, Nick Kroes op gitaar en Jasper Slijdrink, Jappie wil ik zeggen, ze noemen hem, op keys. En waarom? Ik vind het wel misschien, want ik zat heel erg van, wat ga ik nou hier doen? Ik vond het eervol dat ik was gevraagd hiervoor. En toen dacht ik ook met het thema Humble Heroes van, wat zal ik nou doen? En toen dacht ik, oké, ik neem een band mee waarvan wij alle vier, denk ik, enorm humble naar elkaar zijn. Maar nog veel belangrijker, enorm veel communiceren na de show, voor de show, tijdens de show of repetitie over hoe we het willen doen. En hoe ziet dat er dan uit? Waar heb je het dan over? Ja, nou, dat gaat er dus, en dat vind ik zo speciaal, want dat is een beetje wat ik net helemaal begin zei. De laatste tijd ben ik best wel bezig met het hele mentale aspect van muziek maken in plaats van alles perfect oefenen. En wat omdat, doe je mentaal? Wat is dat nou, voor jou? Er is een mooi boekje en daarin staat eigenlijk beschreven dat je kunt natuurlijk fysiek alles om een gegeven moment oefenen, maar dan op een gegeven moment is er daar nog iets wat je tegenhoudt. En als je dat weer kan trainen, dat is ook een soort van spier, dan... Is het speciaal voor drummers? Nee, het is... ik kom even niet op de naam. Kenny Werner. Kenny Werner. Effortless Mastery. Mastery. Nee. Precies. En wat ik zo gaaf eraan vind, is dat dus... We hebben allemaal tijdens onze studie of tijdens je ervaring allemaal... Je hebt allemaal muurtjes opgezet of je hebt allemaal dingen bedacht wat anderen ervan vinden of zo. En dat kan soms super belemmerend zijn voor je eigen spel. En wat ik zo tof vind met deze gasten, is dat wij daar juist over praten. Dus vanuit kwetsbaarheid gewoon zelfs. Ja, dus dan na een gig komen, laatst hadden Xander en ik moesten bij een bandje Friday spelen. En toen hadden we een soort van feature samen. En tijdens de repetitie was het allemaal helemaal te gek. En dan komen we na afloop en zeggen van, het was het niet, hè?
Nee, het was het niet. En dan hebben we het erover van waarom het dan ook niet was. En hoe dat komt en hoe we dat de volgende keer beter kunnen doen. En ja, dat vind ik mega. Misschien zelf een keer een album maken. Is dat iets wat... Kunnen we dat zo meteen verwachten? We hebben je nu horen zingen. Dat ja. smaakt nou meer. Nou, ik heb een album gemaakt in coronatijd. Alleen was dat... heb ik misschien mezelf daarin beschermd dat het niet zo'n soloplaat is als die, die mensen dan zouden verwachten bij Willem gaat iets zelf doen. Ik heb een kinderplaat gemaakt en dat kinderalbum, dat was bedoeld omdat ik... Ik heb dus die muziekopleidingen gedaan. Je blijft toch dus, wat zitten. Precies, blijft ja. zitten. Zit je educatie. Exact. En af en toe doe ik wat educatieve projecten ook, nog steeds. En dat vind ik superleuk om te doen. En toen was ik om een reden, daarvoor had ik een paar liedjes moeten schrijven. En toen kreeg ik daar goede respons over. Nou, toen brak corona uit. En toen dacht ik om een reden, oké, nu wil ik, omdat ik toch echt niks te doen heb, wil ik een project hebben waarin ik op alle fronten beter word of kan leren. Dus toen heb ik eerst 2 weken elke dag een liedje geschreven. Dan vervolgens ga je dat de studio en ga je het uitwerken, arrangeren, produceren. Heb ik nog Evert op gitaar gevraagd om partijen in te spelen. Joost ging het mixen. En dan had ik ook zoiets van, ik wil het graag dat je het mixt, maar ik wil er ook bij zijn. Dus elk stapje in het proces, iemand die het artwork deed, wilde ik bij zijn. Om daar dus beter in te worden en er wel van te leren. En dat was super leerzaam. Dus daarin heb ik ook inderdaad nachtenlang gezongen en mijn score gezongen. Tot de juiste take erop stond. En verandert, als je zoiets doet hè, voor jezelf, verandert het ook dan de dienstbaarheid naar andere artiesten? Ik bedoel, je moet dan een schakel maken. Hè? Opeens moet je weer doen wat iemand anders zegt. Of, ja. Is dat voor jou een groot verschil of komt dat dichter bij elkaar? Of? Ik denk dat je misschien beter kan inleven in de andere artiest. Ja, je hebt het maximum aantal van 3 keer in een humble heroes gehaald. Dus daarna moet je eigenlijk een eigen album maken. Okay. Dat is de deal. Verborgen regel. Ja, precies, dat in het contract. We houden je in de gaten, zou ik zeggen. Leuk. Wel dat je er was en toffe muziek gemaakt. Thanks, vond ik heel leuk om er te zijn. Dank jullie wel voor dit allemaal.